Sinterklaas kapoentje, gooi wat in mijn schoentje, gooi wat in mijn laarsje. Ik stel deze vergadering voor geopend. We moeten het heel gestructureerd aanpakken. We moeten eerst goed de kaart bestuderen. Dan moeten we een plan maken. En Maud, jij hebt toch de rivieren bestudeerd? Komt het over met het echt in het echt? Ja, ik heb onderzocht dat de Rios Vechtos de weg is en de Rios Vechtos de vecht. Oké. En Tijmen, jij hebt de betekenis van bruggers opgezocht. Wat betekent dat nu? Dat betekent brug in het Nederlands. En dat zie je hier ook. Oké. Ja. Maaike, jij hebt het papier onderzocht. Wat is daaruit gebleken? Ik heb kunnen vaststellen dat het over een echte schatkaart gaat uit 1830. Verder nog bijzonderheden, Kim? Ik heb alle informatie op mijn razenpapier gestopt. Die zegt dat we in Omme over de brug rechtsaf moeten en dan over het water de Rios rechtop. Nou, dan gaan we nu meteen. Ja. Nou, meneer de politieagent, we hebben een plan en een locatie. Laten we er gaan. Oké, dat is een goed plan. We gaan nu gelijk naar de politieauto. Ik weet niet wat het gaat doen. Ik neem de plan samen en ik ga even kijken. Sinterklaas kapoentje, gooi wat in mijn schoentje, gooi wat in mijn laarsje. Dank u Sinterklaasje. Sinterklaas kapoentje, gooi wat in mijn schoentje, gooi wat in mijn laarsje. Dank u Sinterklaasje. Sinterklaasje, bonne bonne bonde, gooi wat in de lege lege tonde. Strooi wat in de huizen, we zullen grabbelen als muizen. Sinterklaas, die goede heer, komt hier alle jaren weer. Uit het land van Spanje, dan brengt hij ons lekker. Oh kijk, dat is de regen! Hey ja! Appeltjes van oranje, appeltjes van oranje. Sinterklaas, zeg me, houd van zoet, zeg me, en van knap, zeg me, en van goed, zeg me, en ik weet, zeg me, ben je stout, zeg me, dat hij niet, zeg me, van je houdt, zeg me, weet je waar, zeg me, Sint oplet, zeg me, dat je schrijft, zeg me, keurig net, zeg me, in de zak, zeg me, van de Sint, zeg me, zit wel wat, zeg me, voor elk kind. Dat klopt, ik ben het paard van Sinterklaas en ben hier net aangekomen om alvast te wennen aan de temperatuur, hè? Wat zijn jullie aan het doen? We zijn op zoek naar de schat van Sinterklaas. Als we die niet vinden, dan heeft Sinterklaas geen geld. En dan kan hij geen cadeautjes meer kopen. Oh, laat eens zien. Ik kan me dat nog herinneren. Maar dan zitten jullie helemaal verkeerd. Dat was ergens met heel veel zand. Maar het was niet aan deze kant van de vecht zoals ik doe. Nee, jullie moeten naar de andere kant, Os. Jullie houden de kaart op de kop. Ah, die moet andersom. Ja, we komen er niet. Nou ja, dan gaan we naar de andere kant op, hè. Ja, zo klopt het. Zo is het goed. Oké, nou, dan gaan we weer. Ja. Doei! Hey ho, wacht even! Laten jullie weten of je het gevonden hebt! Doei! En nu kom je nog een keer op bezoek? Ik logeer hier nog tot 6 december! Oké, okay, ja, doei! Doei! Nou, hoe zal mij benieuwen of ze me vinden? Wat een gedoe, of niet al, kinderen? Helemaal een schat zoeken! Wauw, wat gaaf, hè, dat Amerika daar logeert. Ja. Jaren, daar weer uit Spanje varen, over de grote, grote zee. Sint-Nicolaas, hoezee! Wie heeft een zak vol koekjes, speelgoed en prentenboekjes? Wie...
Nou, speurneuzen, dat ziet er niet best uit met die weg daar, hoor. Wat niet? Ja, nou, een behoorlijke modderpoel. Als we maar niet vast komen te zitten. Oh, jongen, jongen, jongen. Oh, oh, oh. Ik zit vast. Oh, oh. Oh, zit vast. Oh, oh. Daar moeten we hulp bij hebben, want hier komen we niet uit, hoor. Nee. Nou, even kijken hoe we vastzitten. Jongen, jongen. Even kijken hoe we erbij. Jongen, jongen. Dat is niet best. Het zit helemaal vast. Zeg, speurneuzen, het is helemaal fout de boel. We zitten vast. En we moeten hulp hebben. Wie kunnen we bellen? Voor Veuring! Ja! Veuring! Ja! Ja! Zal ik die eens even gaan bellen? Ja! Oké. Zeg, Veuring, met Voortman, politie. We zitten samen met de speurneuzen, met de bus, helemaal vast in het modder. Kun je ons helpen? Ja? Oké, ik wacht op jou. Waar is die jongens? Onze vrienden was! Wie? Wij! De politieauto! Dan moet ik jullie eruit trekken? Ja! Nou, zal ik dat doen dan? Ja! Oké, gaan! Ja, weg! Open snel! Het gaat net goed. Ja, maar die klep even. Misschien heb je... Aders. Het touw is het. Wat is het gebeurd? Wat gebeurt er? Het touw. Dat is een spanbandje. Ja, daar kunnen we ook wel wat mee. Ook wel, hè? Dag. Nou, maar je zit er. Arne. Ja, super. Jullie hebben een schatkaart? Ja! En Americo zei dat er heel veel zand bij lag. Dat klopt. Dat was vroeger zo. Maar nu is die meer begroeid. Maar ik zal jullie aanwijzing geven waar het ongeveer moet zijn. Ja, oké. Gerrit, ja. Neem jij ze allemaal even mee? Ik zal het meenemen. Om de schat op te graven. Ik moet weg. Ik zal het met veiligheid dan. Oké. Okay. Ja? Speurneuzen, jullie lossen dat voor mij even op? Ja! En voor de zit natuurlijk, en voor de burgemeester. Ja. Aju! Doei! Doei. Sint-Nicolaas Museum. Zwarte Piet ging uit fietsen, toen klapte zijn wand. Toen moest hij gaan lopen. Hé, hey, kijk, daar staat er nog een. Ja. Moet even kijken. Hé, een cadeautje. Zou hier misschien als de schat liggen? Ja, ik denk dat hij nu al. Nee. Kom, ga verder. Dus hier weer een. Hard lachen en plakte zijn wand. Sint-Nicolaas met zijn knecht. Wil je weten wie beginnen? Wat hij tot zijn knecht is. Hey jongens, hebben jullie hem al? Nog staan de kinderen zien. Kijk eens even, niemand heeft hem nog. Of je nog stoute kinderen ziet. Het is koud en zwaar. Zwarte Piet, wiede, wiede, wiede. Hey, ik voel wat. Ik hoor je echt? Wel, maar ja, zie je niet. Ja. Wil je voor mij iets aardigs doen? Oh. Dit moet het zijn, kom op, zit op! In mijn schoen, zwarte Piet, wiede, wiede, wiede. Ik hoor je wel, maar ik zie je niet. Ga verder! Iets aardigs doen.
Apen! Zal die groot zijn? Ik denk het wel. Wow. Hij is wel mooi. Ik heb er veel geld in. Moet ik het ook? Heb je hem? Ja! Pak een brief! Ja. Pak hem! Kom maar, pak hem! Pak de police! Beste kinderen, ik ben een beetje ondeugend geweest en heb een deel van de schat verborgen over de winkels in Ommen. Jullie kunnen allemaal meehelpen om de schat terug te vinden. Jullie kunnen een schatkaart ophalen bij iemand van de handelsvereniging. Daar horen jullie dan waar precies moeten zijn om de laatste restjes van de schat te vinden. Groetjes, ondeugende Piet. De politie moest voor een noodgeval direct weg. Ja? Ja. Maar de burgemeester moet dat ook weten. Dus ik breng jullie allemaal naar de burgemeester of naar het gemeentehuis toe. Oké, okay. Oké. Okay. Okay. Ja? Kom, ja. Laten we gaan. Nou, we gaan. Dag, boer Gerrit! Hallo, goedemiddag. Goedemiddag. Waarmee kan ik jullie van dienst zijn? Wij hebben het schatkaarsmysterie opgelost. En we willen nu onmiddellijk de burgemeester spreken. Oké, okay, dan ga ik gelijk bellen. Hallo, met Marie. Er zijn hier 6 kinderen en die hebben de schat gevonden. Die moeten gelijk de burgemeester spreken. Ik stuur ze zo naar boven. De trap omhoog. En dan kom je hierboven. Loop je aan tot een glazen deur. Dan klop je aan en dan doet de burgemeester open. Oké. Okay. Jullie hebben een schat gevonden, hoor. Ja! Dat is geweldig, kom binnen. Ga gauw zitten. En is het wat, die schat? Ja, rollen met honderdjes. Flappen met geld. Nou, daar zal Sinterklaas wel ongelooflijk blij mee zijn. Ik ga hem meteen bellen. Oké. Okay. Ja. Ja. Dag Sinterklaas, ik heb echt geweldig nieuws. De schat wordt nu geteld door de kinderen en die komen zo het bedrag aan mij geven. Maar we hebben het gevonden, hoor. En ja, we hebben hier echt fantastische speurneuzen. En ja, ik weet niet of ze al klaar zijn met tellen, maar misschien kunnen ze mij het bedrag geven. Klaas? Ja, Sinterklaas. Het gaat om 6.000 euro. Dat is goed. Hé hey jongens, ik heb deze brief nog wel van Grappenpiet. Maar we moeten wel wat meer weten over die schat en die gouden pepernoten. En misschien moeten we een winkelier vragen. Ja, slim. Uit Ommen. Laten we een winkelier vragen uit Ommen, want die weet er vast wel meer van. Ja. Hé, hey, is dat Brenda niet? Ja, van de taartenshop. Ja. Hallo. Weet u wat meer van de schatkaart met de gouden pepernoten? Wij hebben hier een brief van Grappiesfiet. Nou, ik heb inderdaad iets gehoord over de gouden pepernoot. En ik ben overal wezen zoeken bij alle winkeliers in de boekenkasten. En ik heb een kaart gevonden waar gouden pepernoten op getekend staan. Oh. Als jullie even meelopen, dan kan ik het jullie laten zien. Ja. Het werkt als volgt. Jullie kunnen in de winkels deze kaarten ophalen. Er zijn ook stickertjes in de winkels te krijgen. Die plak je op de pepernoten. Dan vul je de kaart in. En dan lever je de volle kaart in bij Bakkerij ten Brinke. Of je levert hem in bij de Intertoys. En dat kan tot vrijdag 4 december 9 uur 's avonds. En dan kun je een echt gouden pepernoot winnen. Nou, kom op kinderen van Ommen. Ga net als wij op jacht naar de schat. Mijn schoen, Zwarte Piet, wiede wiede wiet. Ik hoor je wel, maar ik zie je niet. Wil je voor mij iets aardigs doen? Gooi dan wat lekkers in mijn schoen.